Nu eerst Syrië. Want Nederland stelt extra geld beschikbaar voor noodhulp aan Syrische vluchtelingen. Dat maakte Ploemen bekend tijdens een bezoek aan vluchtelingenkampen in Libanon. Daar verblijven ongeveer 400.000 Syriërs. Dat heeft minister Ploemen van Ontwikkelingszaken in Libanon. En de situatie is er schrijnend. Mensen wonen vaak in geïmproviseerde tenten. Er is een tekort aan voedsel, drinkwater en medische hulp. Heel veel mensen hebben alles achtergelaten en proberen hier voor hun kinderen te zorgen. Maar er is hier echt een gebrek aan alles. Ik zou iedereen willen vragen die iets kan missen. Draag alsjeblieft bij, want de situatie is hier echt verschrikkelijk. De samenwerkende hulporganisaties hebben Giro 555 geopend voor hulp aan de Syrische slachtoffers. Tijdens een speciale actieuitzending vanavond op Nederland 2 maakt de minister bekend hoeveel geld ze beschikbaar stelt. En die oorlog in Syrië heeft grote impact, vooral op kinderen. Op jonge leeftijd worden ze geconfronteerd met de gruwelijkheden van de oorlog. Maar er is in Syrië vrijwel geen psychische hulp. Verslaggever Rick Konijnenbelt is in Damascus en kon vandaag filmen bij een van de weinige centra waar kinderen met oorlogstrauma's worden geholpen. Soldaatjes spelen in Damascus. Je ziet er veel hier. Het is kopieergedrag van kinderen die te veel hebben gezien en meegemaakt. En hier proberen ze daar wat aan te doen. In dit kleine centrum worden met Nederlands geld kinderen met oorlogstrauma's geholpen. Mohammed is 10. Met zijn familie woonde hij tot voor kort in een van de gevaarlijkste wijken van Damascus. Die beelden spoken dagelijks door zijn hoofd. Hun directe veiligheid is zo bedreigd dat zij eigenlijk vaak niet meer kunnen slapen 's nachts, veel problemen ervaren, bedplassen, slaapproblemen, psychologische problemen. En het langdurig in zo'n situatie verkeren onderbreekt eigenlijk de natuurlijke, gezonde ontwikkeling van kinderen. Er zijn maar een paar van dit soort centra in Syrië zelf, voor kinderen met oorlogstrauma's. En niemand weet ook exact hoe groot deze groep is. Schattingen lopen uiteen van een paar honderdduizend tot meer dan een miljoen. In dit centrum in Damascus mag een kind weer een kind zijn. Dat vinden ze hier het belangrijkste. On essaye de trouver des manières d'avoir que la vie ça continue. Zoals bijvoorbeeld voor Ferial van 16. Ze gedraagt zich als iemand van 8, zegt de begeleider. Het oorlogsgeweld heeft haar op jaren achterstand gezet. Ze leert nu voor het eerst lezen en schrijven. Blij als een kind. En ook Mohammed durft vooruit te kijken. En wie weet kan Mohammed binnenkort doen wat jochies van 10 moeten doen. Onbekommerd met je vrienden voetballen. Dit is Rick Konijnenbelt voor RTL Nieuws, Damascus.